Dan nog meer leuke dingen, namelijk babynieuws. Ja, zo leuk. Ron Boshart is grootvader geworden. Gisteren is zijn dochter Naomi bevallen van zoontje Job of Job. We weten niet precies hoe je het uitspreekt. Maar in ieder geval ontzettend leuk voor Ron en ook voor Wil, zijn moeder. Want het is haar eerste achterkleinkind. Maar wat ook heel saillant is, is dat de jongste dochter van Ron, Roos, is pas 6 jaar. En dat is ongeveer de jongste tante van Nederland geworden daarmee. Maar ja, Ron is natuurlijk super gelukkig hiermee. En wij vroegen hem natuurlijk het hemd van het lijf. Het is prachtig, zo'n klein mannetje. Het is toch heel bijzonder, hoor. En je loopt er toch zo'n hele dag wel aan te denken, weet je wel. Van, goh, dan ben ik ineens opa geworden. En ik ben echt wel in de zee van de hemel, moet ik zeggen. Zeker een nieuwe fase in mijn leven. Het voelt een beetje vreemd wel, want aan de andere kant, ik heb natuurlijk een dochter van 6, weet je wel. Dus ik zit om deels toch wel een beetje in de kleine kinderen. Lieve Sint, ik heet Roos. En ze heet nu Tante Roos, want ze heet Roos. En ze moet zelf heel erg wennen aan het feit dat ze dat Tante Roos heet. Ze is 6 en zegt ook eigenlijk ben ik pas tante als ik pas 16 ben. Want ze kan zich eigenlijk niet indenken dat ze tante is geworden. Zo vindt ze het ook heel vreemd dat ik een opa ben, want ik ben haar papa. Dames en heren, het is Piet. Oh, dat is ook heel leuk. Het is voor haar nog heel erg even wennen. Maar het komt wel goed in. Opa Ron. Ja, wat ik heel leuk vind aan Ron is dat hij altijd enorm zijn best heeft gedaan. Hij heeft toch een samengesteld gezin. Hij heeft 2 oudere kinderen natuurlijk. Hè. Zijn dochter is uit zijn eerste huwelijk. Heeft ook nog een broer. En Roos is uit zijn tweede huwelijk. En ja, dat hij altijd ontzettend bezig is geweest om daar 1 groot samengesmolten gezin van te maken. En dat doet hij echt hartstikke leuk. Leuk. En Tante Roos dus nu. Tante Roos.